De Nijmeegse Hatertseweg is vanwege werkzaamheden afgesloten voor auto's, bussen en vrachtwagens. Er wordt nu al gewerkt aan het gedeelte tussen de kruising met de Sint-Jacobslaan en de burgemeester Dadeslaan. De weg wordt opnieuw geasfalteerd. Het leidde maandag en dinsdag in de spits al tot files op de omleidingsroute. Vanaf volgende week begint fase 2 en wordt de weg tussen de burgemeester Dadeslaan en Grootstalselaan aangepakt. De klus is op 22 april klaar. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon gebruik blijven maken van de Hatertseweg.